Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Beerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag kunnen we zien dat een flink deel van Nederland veel zonneschijn heeft. In het zuiden komen nog wel wat wolken voor. Als we wat dichterbij gaan kijken, dan kunnen we dat ook wat beter zien. Over het midden van het land ligt een zwakke band met bewolking, dat is een zwakke storing, valt geen neerslag uit. Daarachter breekt nog eventjes de zon weer wat vaker door. Maar boven België zien we ook wat witte wolkenplukken en dat zijn buien die tot ontwikkeling komen. Komen we zo op terug. Met een zwakke tot matige oostelijke wind is de temperatuur vandaag behoorlijk opgelopen. In het noorden is het 18 of 19 graden en in het midden en zuiden van het land tussen de 20 en 23 graden. En daarmee spraken we van een warme dag. De eerste landelijke warme dag sinds 9 april. Dat is dus meer dan een maand geleden alweer. Zoals we al zeiden, net bij de satellietfoto, er zijn buien tot ontwikkeling aan het komen boven België. Dat kunnen we ook zien op de radarbeelden. Die buien gaan in de komende uren, dus in de tweede helft van de middag en vanavond, zich langzaam verder over het land uitbreiden. Het plaatje voor vanavond ziet er dan zo uit. Vooral in het midden en zuiden kunnen dus een paar stevige buien voorkomen, met onweer misschien wel plaatselijk veel regen. In het noorden is het nog droog en schijnt ook nog wel de zon behoorlijk, zeker aan het begin van de avond. Zo halverwege de avond is het een graad of 19. En de wind is zwak of matig uit oostelijke richtingen. Komende nacht gaat de bewolking op veel plaatsen toch wel overheersen. Af en toe wat opklaringen. Verder passeert er nog steeds van tijd tot tijd wat buien of het is wat buien regen die er valt. Minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 13 en nog steeds een zwakke of matige wind. Dan morgen overdag. We zien de zon niet vaak, wel af en toe, met name in de zuidelijke helft van het land. En nog steeds van tijd tot tijd buien die over het land trekken, kunnen soms stevige exemplaren zijn met een klap onweer. Desondanks blijft de temperatuur nog redelijk op peil. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Dan het weerbeeld voor de komende dagen. In het weekeinde nog steeds behoorlijk wisselvallig weer. Van tijd tot tijd buien. Met name op zaterdag kunnen dat nog vrij stevige exemplaren zijn. Misschien nog wel met een klap omweer. Op zondag al wat minder buien. Verder op beide weekenddagen van tijd tot tijd ook wel wat zon. Duidelijk meer in ieder geval dan op de vrijdag. Verder een naar zuidwest draaiende wind, die matig is kracht 3 of 4. Middagtemperatuur rond een graad of 19. Dat geldt ook voor de maandag, dan is de buienkant duidelijk afgenomen. In het noordoosten misschien nog een buitje, maar voor de rest is het droog met zonnige perioden. En kijken we dan naar de langere termijn, dan zien we in eerste instantie... Een nog wat verder oplopende temperatuur volgende week, dinsdag en woensdag. Vooral woensdag, dan misschien in het binnenland, lokaal 25 graden. Maar daarna zien we weer een daling in de temperatuur. En dat hangt allemaal samen met de wind die gaat draaien, dan waarschijnlijk naar het noordwesten. En dan stroomt er weer koudere lucht van de Noordelijke Atlantische Oceaan richting Nederland. En daarbij wordt het ook weer wat wisselvalliger. Dit zijn de neerslagkansen voor de komende tijd. We zien duidelijk de buien van vrijdag en in het weekend. Daarna tijdelijk vrijwel droog. En dan in de tweede helft van volgende week zien we de neerslagkansen weer toenemen. Dat is dus onder invloed van die noordwestelijke stroming met koude en ook enigszins onstabiele lucht. Dit was de weersverwachting voor de komende tijd. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.